Nee. Kort en bondig. Nee, dat gaan we niet doen. Woerden weet van geen wijken. Een decennium lang al strijdt de gemeente tegen verlenging van de geluidswal langs de A12. Het scherm moet geluidsoverlast in de Utrechtse wijk Veldhuizen verminderen. Maar de muur zou wel worden geplaatst op Harmelens grondgebied. Hierdoor wordt het uitzicht op het Groene Hart belemmerd. Daar hebben we echt wat op tegen, want wij willen dat open landschap behouden. Fractievoorzitter van de VVD, Ingrid Berkhof, is een van de grootste tegenstanders van de geluidswal. Zij is ook bang dat als het scherm er eenmaal staat, de polder straks volgebouwd wordt met huizen. Ze tekende samen met het college en de gemeenteraad van Woerden bezwaar aan bij de provincie. Volgens haar zijn de onderzoeken naar de geluidsoverlast van de A12, die dateren uit de jaren 90, niet meer representatief voor de huidige situatie. De situatie is natuurlijk in de loop der jaren compleet veranderd. We hebben randweg erbij, hier zijn wegen bijgekomen, daarachter ook. En dat moet eigenlijk allemaal meegenomen worden in een onafhankelijk onderzoek. De provincie besliste vorige maand dat er onderzoeken naar de geluidsoverlast over moeten. Nieuwe resultaten kunnen ertoe leiden dat de wal er niet komt of op een andere plek. Ondertussen is het de vraag of de bewoners van Veldhuizen er nog wel op zitten te wachten. Voor mij hoeft het niet, want ik heb een leuk uitzicht hier in de zomer. En dan zeg ik van, wordt het nou zoveel beter? Ik geloof er niks van. Ik heb meerdere malen op markt hier gestaan en de mensen die naar me toe komen, die zeggen van, nou, doe er alsjeblieft moeite voor dat dat niet gebeurt. Want wij zijn zo gecharmeerd van dat open uitzicht. We leven allemaal op een heel klein stukje grond. We zitten elkaar in de weg en nou gaan we dan moeilijk doen over het stuk snelweg. Na de zomer neemt de provincie een besluit over het geluidsscherm langs de A12. Maar daarmee is de kous niet af. Want als het provinciebestuur beslist dat de wal er toch moet komen, maakt Woerden de stap naar de rechter. Dus de plaatsing van de geluidswal zou zomaar nog eens een keer 10 jaar kunnen gaan duren? Ik zou het niet weten. Liever helemaal niet. Dit is Woerden.tv. Met Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.